Hey, goedemiddag allemaal! Oh, misschien kijk je dit wel eh, s'avonds, ik weet het niet. En avond dan. Um, een nieuw verhaal, ik ga weer voorlezen. En zoals ik gisteren al zei, gaat dit verhaal vandaag over een krokodil. En het is niet zomaar een krokodil, het is namelijk de. Kusjeskrokodil. En um, ik ben benieuwd! Voor mij is het een nieuw boekje, dus uh, laten we het samen gaan ontdekken. Gaan jullie mee? Oeh, hij ziet er wel gezellig uit, die kusjeskrokodil. Eens even kijken. Hé, hey. deze naam komt mij bekend voor. Tim en Beer liggen in bed. Tim kan niet slapen. Ik hoor beesten. Ik hoor beesten, Beer, fluistert hij. Hoor jij ze ook? Beer is moe. Hij hoort niks. Ga toch slapen! bromt hij zacht. Maar Tim, Tim hoort beesten snuiven en grommen. Hij hoort ze zachtjes bonken en brommen. Er zit er een onder de tafel, Tim weet het zeker. En hij doet heel snel het licht aan. Zien jullie dat? Zit er een beest onder de tafel? Hé, hey, dit beestje kennen wij. Wat is dat voor beestje? Een varkentje. Kijk nou toch, Beer, roept Tim. Er zit een varken op mijn kamer. Wil jij een verhaaltje horen? vraagt het varken. Ik ben het verhaaltjesvarken. Hup, hup, schuif eens wat op. Ik kom bij jou in bed, dan lees ik je voor. Zeg, je bent toch niet bang voor mij? vraagt hij aan Tim. Nou, kijk maar eens hier. En daar liggen ze samen in bed. Ziet het eruit alsof Tim bang is? Nee hè? En Big gaat een verhaal voorlezen, varkentje. Hé, hey, maar uh, kijk eens naar de voorkant van dit boek. En kijk eens naar de voorkant van het boek van Parker. Dat lijkt wel hetzelfde. Eens kijken. Ja, en nu is het verhaal uit. Het varken is weg en Beer slaapt. Maar Tim... Tim kan niet slapen. Er zit een beesten op mijn kamer. Er grondt iets in de kast. Grrrr. Tim stapt uit bed en loopt er zachtjes naartoe. Grrrr, hoort Tim weer. En heel voorzichtig. Heel voorzichtig, kijkt hij in de kast. Maar wat is dat? Er komt iets uit zijn kast. Het lijkt wel een staart. Van welk dier zou dit zijn? deze staart toch zijn? Hé, hey, het is van een tijger. Ziet het eruit alsof Tim bang is voor deze tijger? Eens kijken. Pas op, beer, roept Tim, er zit een tijger in de kast. Hé, hey, moet jij niet slapen? Vraagt de tijger. Moet jij niet heel snel naar bed? Oh, nee hoor, zegt Tim: Ik hoef nog lang niet naar bed. Oh, daar geloof ik helemaal niks van, roept de tijger vrolijk. Ik krijg jou wel te pakken. Niks, lacht Tim, helemaal niet. De Tim en de tijger rennen door de kamer. Heb eens, roept de tijger. Ik ben de toedek tijger. Ik ga jou weer eens in bed leggen en dan lekker eens even knuffelen. Kijk eens, hij heeft Tim gevangen en hij gaat hem in bed leggen en knuffelen. Het zijn wel een hele hoop gezellige beestjes zeg is oh, kijken hoe het verder gaat en dan poef is de tijger weg tim ligt in zijn bed maar hij kan nog steeds niet slapen er bonkt een beest op de trap hoor je dat ook vraagt tim aan beer maar beer hoort niks want beer slaapt bonk 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 ga weg roept tim nou, wij kan niet slapen hoor. Maar bonk, 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 bonk. En het gebonk komt steeds dichterbij. Het is toch best wel eng, vindt Tim. Hij stapt uit bed en hij kijkt door de kier van zijn deur. Maar wat ziet hij daar dan? Het lijken wel twee armen. Wat zou dit nou toch zijn? Kijk eens! Beer! Op Tim, peer, er staat een buffel op de gang. Oh, kijk eens even mee: een buffel op de gang. Ziet het eruit alsof Tim bang is voor die buffel? Nee, eens kijken, misschien is deze buffel ook wel heel aardig. Ha, Tim, zegt de buffel: Ik kom voor een hele lekkere knuffel, want ik ben de knuffelbuffel. Tim krijgt een heerlijke, zachte knuffel. En daarna doen ze nog een dansje door de kamer. Ik gooi in bed, hoor, zegt de buffel. Nee, geelt <laughs> Tim. Jawel, jawel, roept die knuffel buffel. En dan is de buffel weer weg. En Beer ligt te sneuken. Maar Tim, Tim kan nog steeds niet slapen. Er zitten beesten op zijn kamer. En daar zit er een achter de stoel. En Tim weet het zeker. Het beest heeft een grote kop en het grond. Arr! Kijk maar eens. Dan doet hij het licht aan. En wat ziet hij daar nou toch? Wat is dit voor dier daarachter? Met die oortjes en manen. Huh? Een leeuw, wat denken jullie? Ja! Peer, huh? Peer! Fluistert Tim. Er zit een leeuw achter de stoel. Tim kruipt onder de tekens. En de leeuw zegt: "Zal ik een liedje voor je zingen? Ik ben namelijk de slaapliedjesleeuw." En hij begint zachtjes te zingen. Ga nu maar lekker slapen en wees maar niet meer bang voor de beesten op je kamer en de geluiden op de gang. Ga nu maar lekker slapen, want ik zing voor jou een lied: de verjaagde beesten zachtjes met een heel zacht melodie. Kijk eens. En hij heeft de beesten verjaagd, denk ik, die leeuw. En Tim heeft een plezier. En eens kijken of die blijft, die leeuw. En dan is het lied afgelopen en de leeuw is ineens ook weg. Maar slapen kan Tim niet. Er zitten nog echt nog steeds beesten op zijn kamer hoor. Hij weet het zeker. Tim gluurt heel voorzichtig onder zijn bed. Kijk eens, Peer. Hier zit nog een beest, zegt Tim. Maar Peer ziet niks, want Peer ligt te slapen. Het beest kruipt langzaam onder het bed vandaan. Oh, zien jullie die staart? Wat zou dat nou toch voor beest zijn? Ik ben benieuwd. Haha. Kijk uit, roept Tim. Beer, kijk uit. Er zit een krokodil op mijn kamer. Wel rusten, lieve Tim, zegt de krokodil. Ik kom jou een krokodillenkusje geven, want ik, ik ben de kusjeskrokodil. Tim krijgt een kusje op zijn hoofd. Een kusje op zijn wang. Een kusje op zijn neus. En ook Beer krijgt een kusje. En het kussen krijgt een kusje. Met een kusje slaap je lekker, zegt de kusjeskrokodil. De krokodil is weg en Tim is moe. Oh, hij gaapt. Er zit nog één beest op zijn kamer. Een heel groot beest. Hmm, wat zou dat zijn, denkt Tim. Maar dan, dan valt Tim in slaap. Wat denken jullie? Wat is dit voor beest? Ik ben benieuwd of we het nog te weten komen. Ah, kijk eens. Het is een heel mooi beest. Een heel gek beest. En hij laat wel hele gekke scheetjes. Zien jullie dat? Hij laat gewoon een scheet. Het is geen unicorn. Wat is dit dan voor beest? Ah. Het is de mooie dromendraak. Die komt met mooie dromen als je lekker slaapt. Komt hij in je kamer en laat hij een mooie dromen scheet. En dan kunnen jullie lekker slapen. Zien jullie dat? Even kijken. Ja. Dat was het laatste bladzijde van dit verhaal. Ik hoop dat jullie ook uh, de mooie dromen draak krijgen en dat jullie ook lekker kunnen slapen. Vandaag of vanavond of morgen. Uh, maar we moeten nog één ding doen: hè? we gaan het verhaal weer uitblazen. Blazen jullie mee? Hé, hey, ik heb vandaag hulp. Wisten jullie dat? Iemand bekend. Dus even kijken, die kennen jullie. Wie is dat dan? Hé, huh? hey, hallo Beer. Hallo. Hoe is het met je? Goed. Ik, uh, ik uh, heb geluisterd naar het verhaal en uh, ik kom iets doen. Oh, wat dan? Ja. Uh, ik kom uh, boeken uitblazen. Oh, nou eens kijken of jou dat lukt. Ben je er klaar voor Beer? Mhm. Mm ja. Dag, kindjes. Dag, dag, kindjes. En het boek is uit. Nou, voor nu een hele fijne dag. Slaap lekker. Ik uh, weet het niet. Tot het volgende verhaal, maar weer. Dag, dag. Dag! Wil jij hem uitdoen? Ja! Yeah.